dienstbaar ben je of ben je geweest als je met toewijding een dienst hebt bewezen aan een ander. Zo'n dienstbaarheid gaat het om iemand die zich dienstbaar heeft gemaakt aan onze samenleving. 40, 50, 60 jaar in je krachten gegeven te hebben aan de gemeenschap is niet niets. Vooral als het met heel veel liefde is gebeurd. Spoor terug met Bernard Leo Chinlipshi. Bernard Leopold Chinlipshi werd geboren op 31 januari 1938 op de plantage Bataskin in het district Koroni als zoon van Philips Chinlipshi en Henriette Verwij. Zoals in vele gezinnen in de eerste helft van de 20e eeuw leefde het gezin van de landbouw. Leo groeide op in het kokosdistrict en had naar eigen zeggen een onvergetelijke jeugd. Omdat vervolgonderwijs in Koroni in die dagen niet mogelijk was, werd Leo naar Paramaribo gestuurd om in de hoofdstad Mulo onderwijs te volgen. Op de lagere school, in Koroni geweest, kleuterschool. Ik had het genoegen dat mijn moeder, voordat ze in het huwelijk trad, was districtskweekeling geweest. Dus we zijn eigenlijk van jongs af aan door een kleuterleidster opgevoed. En de jeugdjaren waren daarom ook bijzonder leuk. En er zijn in die periode ook dan ook heel wat Koronianen naar Paramaribo gekomen, die het behoorlijk ver hebben weten te schoppen. Alleen, het was vaak een keuze van één of twee kinderen die naar Paramaribo konden komen, want je moest worden opgevangen door familie. En dat ging altijd niet even vlot. Je ging dan van de ene familie naar de andere. Ik had bijvoorbeeld één geluk. Mijn oudste broer, die op de Heimburgschool zat, die kreeg op een gegeven moment problemen met de opvang. En ja, over zijn gedrag was men niet tevreden. Hij werd teruggehaald naar Koroni. En mijn vader zei toen hij terugkwam, Nona Juteng Dorofi Gasavu. Leo had eigenlijk aan de middelbare landbouwschool willen studeren, maar die school werd opgeheven en daarom koos Leo Chinlipshi voor het onderwijs. Mijn droom was om naar de middelbare landbouwschool te gaan. Alleen het jaar toen ik van de Mulo-school kwam, werd die school opgedoekt en de studenten werden naar Deventer verwezen voor verdere studie. En ja, ik ben voor een groot deel opgegroeid in een onderwijzersfamilie, de familie McDonald. En ja, zo is eigenlijk ook die belangstelling dan zij het tweedehands afhankelijk geworden voor het onderwijs. Zijn eerste standplaats werd de plantage Rust en Werk aan de rechteroever van de Komowijnenrivier. Hier werd hij te werk gesteld als hoofd van de openbare lagerschool. Op 21-jarige leeftijd ging ik in dienst van het MINOF. En ik werd, zoals dat meestal gaat, zoals men dat zegt, met portiesmapjes, gedetacheerd in het district Komowijnen. De rustenwerk. Ik had er helemaal geen problemen mee. Integendeel, ik heb me daar een jaar lang helemaal gegeven aan het onderwijs. Het was wel een heel geïsoleerde plaats, maar het was een plantage met een rijke geschiedenis ook. Over de directeurswoning in Rust en Werk, waar de nieuwe meester ging wonen, deden er heel wat rare verhalen de ronde. 'S Avonds werden er voetstappen gehoord en elke onderwijzer die daar kwam wonen, bleef er maar kort. Zo woonde ik bijvoorbeeld in een heel grote directeurswoning. Ik had één kamer ingericht en de rest was dan open. Later kwam er een collega bij
Die bleek ook problemen te hebben met spoken of spookverhalen, want ik zag hem met een tapoe rondlopen, een belt. Het was een Hindoestaanse vriend van mij. En het enige wat ik heb gemerkt in dat huis, was dat je inderdaad, als je s'avonds sliep, dan leek het alsof er in het huis werd gelopen. Achteraf zou blijken dat het gewoon grote veldratten waren die door het huis renden. Ik heb mijn kamer afgesloten met gaas en ik heb bakauteris. Dus bakkeljauw, hè? Ja, in die ruimte gegooid. En ik kwam tegen 8 uur thuis. Ik heb mijn lamp aangemaakt en ik nam een knuppel. Wel, als je zag hoeveel beesten er in die kamer waren, ik heb ze toen afgemaakt. En vlak naast het gebouw was er een winkel. En nadat ik die beesten had afgeslacht, kwam ik op het balkon. En de mensen van de winkel, die stonden op straat. Ze dachten dat ik gek was geworden. Ik heb ze toen mijn oogst laten zien. En ze zeiden, meester, dat ik gevallen. Hoe verliep de loopbaan van Bernard Leopold Chinlipschi als onderwijzer na de perikelen in de plantage Rust en Werk? Ik heb vanuit Rustenwerk ben ik gemuteerd geweest naar Coroni. Daar heb ik een jaar gewerkt en daar ben ik ook getrouwd met Jacqueline Dracht. Daarna heb ik gediend aan het garnizoenspad en dan in 1963 kwam ik nog niet op de Oranje School. Ik werkte op de Van Siepenstein School, want ik had intussen een deel van de hoofdakte behaald. En in 1964 werd ik benoemd tot schoolhoofd van de Oranje School. Na ruim 55 jaar op 1 april 2019 zet Leo Chinlipschi weer voet op het erf van de Oranje School. Voor hem een gedenkwaardig moment. De Oranje School heeft eigenlijk in de geschiedenis van ons land althans het terrein daar, een belangrijke plaats ingenomen. Op een gegeven moment was het terrein daar aangewezen als terrein dat rechtstreeks viel onder het gezag van de procureur-generaal. En er zijn in de laatste fase van onze slavernijgeschiedenis zijn er daar ook executies uitgevoerd. De plek waar de Oranje School nu staat kan met recht een historische locatie genoemd worden. Gelukkig kwam in 1863 de proclamatie van de afschaffing van de slavernij. De gouverneur aan de slavenbevolking in de kolonie Suriname. Het heeft zijn majesteit, onze geëerbiedigde koning, behaagd den dag te bepalen waarop de slavernij in de kolonie Suriname voor altijd afgeschaft zal zijn. Op den 1 juli 1863 zijt gij vrij. Na de afschaffing van de slavernij werd deze plaats gereserveerd om bij een eventuele uitbraak van een cholera-epidemie de zieken onder te brengen. Het kwam gelukkig niet zo ver. Geen cholera-uitbraak. Mensen met een geestelijke beperking werden toen hier ondergebracht. Toch bleef de naam cholera heel lang de aanduiding voor een inrichting voor geestesziekten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog diende dit terrein als militaire kazerne, compleet met wachthuizen en barakken. Na de oorlog werd er in de niet gebruikte barakken lesgegeven. In de hoogtijdagen zaten er op de Oranje School ruim 900 leerlingen.
Hoofd zijn van de Oranje School was mooi, maar Leo wilde verder. In 1965 verstrekte de regering meer dan 100 studiebeurzen voor het buitenland. Solliciteerde ik naar een beurs om geschiedenis te gaan studeren. En mijn cijfers op de hoofdvak op de kweekschool waren van die aard dat ik in aanmerking kwam voor een studiebeurs geschiedenis. Ik heb 5 jaren aan de Universiteit van Groningen geschiedenis gestudeerd. En in die periode had je in ons land maar 2 historici, de heer Gesser en de heer Loor was ook al gedeeltelijk geslaagd en er waren 2 Nederlanders. Dus er was behoefte aan versterking van de sectie en ik keerde dan toen ook direct terug. Na zijn studie aan de Universiteit van Groningen keerde Leo naar Suriname terug. Hij werd toen ingezet op verschillende middelbare scholen. Als onderdirecteur van de avondopleiding voor de onderwijsakte heb ik in de ochtenduren vrij gehad. En ik werd dan ingezet op allerlei scholen waar er een tekort was. Zelf op het Natin heb ik lesgegeven. 3 dagen geleden heb ik nog een afgestudeerde die nu met pensioen is van het Natin, die me vertelde dat ik hem ook daar les had gegeven. Op het IMEO, toen de middelbare handelsschool, heb ik ook part-time les gegeven. En op een gegeven moment kwam de Venetiaan als minister en ik werd ingezet op allerlei activiteiten binnen het ministerie, bijvoorbeeld het ontwikkelen van doelstellingen voor het geschiedenisonderwijs, het schrijven van een geschiedenisboekje voor het gewoon lager onderwijs. En dat boekje kwam in omloop als 1 volk. Dus ergens viel ik op en op een gegeven moment toen men de kweekschool ging herstructureren, werd er ook een advertentie geplaatst waarbij de vacature van directeur voor het OLVOE, later geheten het Trefosa Instituut. Uit de sollicitanten werd ik gekozen als directeur en ik moest dan het Trefosa Instituut starten. Nou, het starten van die school is met nogal wat problemen geweest, want die school werd aangekondigd als een opleiding tot leerkrachten bij het VOJ, wat wij kennen als MULO, LBGO, Technische School. En daar zouden dus de afgestudeerden in 2 jaar worden klaargemaakt in 2 vakken die ze namelijk zouden moeten verzorgen. Leo maakte de overstap naar de ambtenarij en werd onderdirecteur technische dienst van het ministerie van Onderwijs. Ja, de technische dienst was toen zeer uitgebreid. Dus daar heb ik vanaf 83 heb ik tot mijn pensionering in 98 gezeten. Op de hoofdafdeling onderwijs 15 jaar en hoofdafdeling technische diensten 3 jaar. In totaal is Bernard Leopold Chinlipsi ruim 45 jaren dienstbaar geweest aan en in de Surinaamse samenleving. Plezierige jaren, maar er zijn ook hele moeilijke momenten geweest. Na die jugo-jugo's, waarin mijn familie ook letterlijk en figuurlijk midden in de problemen zat, want mijn oudste broer was politieman en mijn jongere broer van mij, die was onderofficier in het leger. En hij zat op de boot als bootsman die geschoten heeft op het politiebureau. Dus je begrijpt wel dat
dit in de familie grote slagen heeft gebracht. Maar af en we zijn die ontgroeid. De dienstbaarheid aan het onderwijs heeft ook veel voldoening geschonken. Een van de mooiste momenten in mijn leven. Is geweest de benoeming tot officier. In de ereorde van de Palm door president Félicien in 2000. Ook na zijn pensionering in 1998 is Bernard Tjilipsi tot mei 2017 als parttime docent actief gebleven. In dat jaar, 2017, zette hij een punt achter zijn docentenloopbaan. Bernard Leopold Tjilipsi kan met recht terugzien op een dienstbare carrière voor land en volk van Suriname. Echte helden dragen geen capes. Echte helden kennen we niet. Echte helden zijn mensen die liefde geven aan degene die ze lief hebben, maar niet uit als ze dat nooit terugkrijgen. Echte helden zijn echte strijders zonder een dag te tranen. Echte helden zijn helden zonder dat zij het weten. Dat maakt mij Igrani. Ik geef dank. Dank aan de mensen die eens voorbeelden waren van wat men niet moet zijn. En nu zijn zij de helden over wie wij lezen. Echte helden dragen geen capes. Nah. Ze spreken talen zonder woorden. Talen die voor eeuwig ons denken doen denken over wie wij zijn. Of wie wij kunnen zijn of wat wij kunnen doen. Echte helden kennen we niet. Want maakt niet uit de strijd. Echte helden leven voor altijd. Maktoum.